Welkom bij deze nieuwe devlog. In deze week ga ik proberen een aantal bugs te fixen. En ik heb een andere mededelingjes. Maar laat ik even laten zien wat ik ondertussen gisteren gedaan heb. Gisteren ben ik bezig geweest met een paar tekstjes op goede plekken te zetten. Hier zit een klein bugje, moet ik even oplossen. Ik weet niet waardoor dat ontstaan is. Maar ook even rustig naar kijken. Zoals je ziet, ik heb een paar dingen wat kleurtjes gegeven. Dus het is niet final. Het is ook nog net iets te licht. Ik moet een paar kleine dingen tweaken. Ze ziet niet op dingen, tenminste een mooi kleurtje. En dan zie je alweer iets beter hoe alles eruit ziet. Punt 2 is, ik heb gisteren een demo-versie door iemand laten spelen. En er zaten een aantal bugs in die ben ik ondertussen aan het fixen. Daarvan heb ik er ondertussen al 2 gefixt. Dat heb ik vandaag snel gedaan. En ik heb meer goed nieuws. Ik ben gisteren gaan solliciteren bij een bedrijf. En ik ben aangenomen. Dat betekent dat ik dus 40 uur werk heb. De hele zomervakantie door tot eind augustus. Heb ik sowieso werk. En ik wil dan wat geld gaan verdienen voor aan de game. Dus de devlog zal eventjes wat langzamer lopen, de ontwikkeling. Maar daarna probeer ik wel volle toeren verder te gaan. Dus daar weten jullie ervan. Zo, een lekkere voice crack. En ondertussen ga ik nog andere bugs oplossen. Maar die gaan op zich vrij langzaam, omdat ik elke eerste game moet builden, omdat deze niet in de editor gebeuren.